een zee van bloemen. Het is prachtig. Nou, lieve vrienden, we zijn aanbeland en ja, een zee van bloemen. Het is prachtig. Ja. Bijzonder mooi. En ja, er is al heel wat mensen om hun laatste eer te bewijzen. Die zijn er ook al, die staan allemaal aan mijn kant. Maar één ding is zeker, het is wel weer prachtig mooi weer. Dat hebben we in de pocket. En toen zag ik zelf niks meer die kant op. Nou, ja. Het is nog een dik half uur wachten. Het is, ik ben voor en ik heb het 12 uur 21. Ik ben 2 tot 3 minuten voor. En dus ja, komt goed allemaal. Nou. Nou, ik sluit even af. We komen straks weer bij jullie terug. Nou ja, knippen we er wel tussenuit. Ja, er is al van alles aan in beeld. Jawel, het zal me niks verbazen. Echt niet. Omdat de Marseille hier ook niet staat. Ja, Marseille.
Natuurlijk krijgen ze assistentie. Hallo, wat denk je dat het geschikt is? Ja. Groot. Kijk, dan draai ik hem gewoon zo in de rug bij Paul. Ik zie zelf niks. Nou, geef wel een seintje. Nou, je kunt me volgen, hè? Op YouTube. Hoe weet u ook weer? Corina met IE. En de beestenboel. Ook heb ik de paddenstoel van V&D erop gehad. Heb ik helemaal aan de film geweest tot in juli bij mij. Ja, nog weer een stukje wat uit je leven wordt gelegd. Maar dan emotioneel. En dit is een mens die uit je leven gaat. In de beestenboel. Ja. Abonneren. Goed zo, dankjewel. Ja. Ik meende dat ik 348 had, maar vanochtend was er weer eentje eraf. Was het 47. Oh. Hoi. Onze Dick. Nee, maar dan gaan ze, als ze nu boven zitten, zullen ze anderhalve meter. Nee hoor, dan zeg ik dat in de kern is dat ze elkaar kunnen hanteren. Kijk, daar komen ze vandaan, want dat busje staat al opgesteld. Als ze zo langskomen, eventjes een buiging doen, hè? Als laatste eer begroet. Normaal dan doe je je handen ook nog even in een bidstand, weet je wel. Maar ja, dat kan ik niet. Ja, ik weet hoe het werkt. Ja, maar de jeugd achter me, ik weet het niet. De ene weet het wel, de andere weet het niet. Als ik ga buigen, heb ik een heel mooi scherm tegen mijn hoofd. Dat ik hier sta, dat zegt al... Dat doe het, nee, maar het is gewoon een kleine buiging, hè. Zo. Het is de koning niet. En ook voor Willem doe ik het niet eens. Kijk, weet je wat het is? Je toont al genoeg respect dat je hier staat. Daarom. Dat je hier bent. Ja, weet je wat het is? Naar begrafenissen van mijn eigen familie ga ik letterlijk nooit. Na 16. Ja, want daar denk ik gewoon heel nuttig over. Maar deze man die, weet je, die heeft zoveel voor de mensen gedaan. Gededen, en zoveel voor de mensen gedaan ook, inderdaad. Ja, weet je, hij was de eerste die me kniep daar voor. Toen werd hij nog bij Ruis. Ik was, in het valgencentrum. Ik was dit, toen knipte hij me. Toen zat hij nog in zijn oude pandje. Ik weet niet waar ik vandaan kom. Ik ben bij het valgencentrum in URL. Werkte hij nog voor Ruis. Ik ga even naar de overkant lopen. Ik krijg er koud van. Van de deur.
zo hoog zou hij zijn als hij hier leven staat. Wat een volk. 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 Dag Karin. Het blijft ook wel klein, Uri. Het is warm in het zonnetje. Ook in het boek. Ik denk dat ze ook een dag hebben genomen. Dat is ook wel in het Kijk, kan dit ook nog doen? Kijk, de mijne heb ik thuis laten liggen. Maar het is even goed nog zwaar hoor. Maar ja, dan kan ik dit nog loskoppelen. Dan is die, hoe noem je dat? Stabiel. Oké. Dit is een timberbij. Duur dingetje dan, denk ik. Deze viel mee. Oh. Deze viel mee. Maar er zijn duurdere. Want dit is maar een lichtgewicht gevalletje. Ja, het is warm. Ik had gedacht dat het... hoeveel graden is het? Kan je ook op je telefoon doen? Ik ga even kijken. Wel even verversen. Rustig aan, lieve schat. Nou ja, ze zeggen 18 graden. Ja, nou, dat blijkt me stuk. Maar de gevoelstemperatuur van... Nee. 17. Nee. 18. Voelt als 18. Dat klopt niet. Voelt als 20. Ja. En ik heb hem gerefreesd. Oké. Okay. Ja, nou, waarvoor? Het valt nog mee. Als je gaat kijken naar hoe druk je het altijd had. Ja, nee, maar ik bedoel, maar de volgende gebied, nou ja, staat er ik zal nog wel wat bijkomen. Ik ben 2 tot 3 minuten voor, volgens mij. Ja. Het is nu 48, laat zien hoe laat was het bij de gebied. Ja, je loopt 2 minuten voor. Ah, oké. Ah, ik heb ze van de week ook gecondoleerd toen ik hier ook aan het filmen was met de paddenstoel. Heb ze... Nee, maar ze zijn wel binnen. Ze zijn niet open. Ze zijn dan wel binnen. Waar binnen? Ja, ik zie er. Ja, ik zie er ook. Er staan meerdere die ik ken, maar die mij negeren. Nou, heel lekker laten gaan. Ik negeer niemand. Er staat ook een meisje bij, die is zwaar autistisch, wit jasje. En die heeft stiekem gezwaaid. Met die 2 vlechtjes erin. Of een staart, weet ik veel wat het is. Met een rood blouseje, witte jas. Kijk, handen voor, handen over elkaar. Ja, ze woont, we gelijk wonen via dezelfde gedeelte als ik doe. Dus ik heb... Dodo. Oh, Dodo, ja. Dodo. Ja, volgens mij ook.
Wat een drukte. Ja, zeg als een beetje. Ja, weet ik wel. De zijstraat, hè? Dat er niks meer door komt, denk ik. Wat een drukte, mensen. Echt, dit is giga. Ik ben dit zo niet gewend, hè, voor ons Den Helder. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ja, bij een vriendin die kwam te overlijden. En haar wens was in stilte alleen naar vragen toe. Dus iedereen bleef achter bij de aula. En daar hebben we toen een erehaar gemaakt. Natuurlijk, wat denk jij dan? Wij zitten dit een beetje te praten, maar vindt u dit niet een beetje respectloos dat u staat te dit filmen? Dit is niet respectloos. Nou, nee. Sorry. Dat hoort niet. Ieder voor zich. Dit is het leven. Ja, toch? Ja, toch? Kijk, ik ga straks ook filmen, maar dat heeft een andere reden. Ja. Ja. Die staat nu al te werken. Die staat te werken. Ook erg. Die kennen ze respectloos. Die is niet respectloos. Absoluut niet. Dan weet zij niet wat respectloos is. Oh, ze komen daar onder de tunnel vandaan waarschijnlijk. Dat denk ik. Ja, want ze staan in een bocht daar. Lijkt me stug toch? Nee, want zo staan de mensen wel. Dat ze daar onder dat tunneltje vandaan komen. Dus achterom rijden. Maar ze weten niet wat respectloos is. Het is het leven. Ik heb zelfs as uitstrooien in alles hekken rond op YouTube. Het is je dagboek wat je meemaakt. En dat deel je. Zo simpel. Hi.
Maar ja, er zijn mensen die er geen verstand van hebben, denk ik. Het is respectloos om er wat van te zeggen. Hoe laat is het? 12:58 heb ik het. Kijk, dan wordt er nog meer gefilmd, dus ik zal van respectloos zijn. Kom nou, daar wordt ook gefilmd. Laten we eventjes... Weet je wat het is? Dat zijn gewoon van de mensen die kunnen dat niet hebben. Juist. Jaloers. Want weet je wat het is? Ik ga morgen wel naar hun toe, naar de kapper. En dan geef ik mijn link door. Nou, daar heb ik de spinner of zo. De wie? Hinter rotsen. Ja, dat is het bros van mijn broer. Hè? Huh? Kijk, en nog eentje. Die staat ook te filmen. Uitgelopen. Kan hoor. Ja. Jouw tikkende tijd om. Ja, ik weet niet hoe ik dat eruit moet krijgen. Hij is er ooit automatisch. We zijn een keer de knopjes ingedrukt. Ja, ik weet het niet. Ik krijg hem er niet uit. Weet je wat ik ook zo mooi vind? Dat ik de maan zie staan. Zoals de maan is aanwezig. Daar. De maan die is aanwezig. Ja. De maan is aanwezig. Ja. Wow. 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 Ja.
Ja. En ik kan niet kwappen, ik buig. Ja, helaas, dat was het. Hij wordt nou door de familie weggebracht, dus ik zeg lieve vrienden, tot later.